Breda Nu. Je weet het meteen. Op donderdag 1 maart was het Nationale Complimentendag. Wij gingen de straat op om over complimenten te praten en om te kijken wie er volgens Breda nou een compliment verdient. Nou, René Verzand, ik ga je even een complimentje geven, want je bent echt een supergoeie vriendin van mij. En we hebben echt een toptijd in Mallorca gehad. Je bent altijd zo lief voor me. Je hebt heel goed voor me gezorgd in de tijd dat ik het nodig had. Dankjewel. Ja. Nou, dan switchen we nu over naar Roxanne. Oh. Nou, ja, dan moet je de tweede kant. Dat was tijdens de dansles en er was een klein meisje aan het kijken. En die kwam aan het einde les van me toe en die zei, je hebt zo'n mooie lach dat ik er helemaal blij van werd. Ik geef jou een complimentje, omdat jij zo goed kan sjouwen met dat ding. Ja, heel goed. Ik vind jullie heel knap met dat koude weer dat jullie er toch maar doorheen gaan. Wat heel zorgzaam voor me is. Ja, dat is hartstikke lief inderdaad. Een reden genoeg voor een complimentje. Wilt u ook nog een complimentje teruggeven? Ik moet altijd zeggen van, ik heb een 89 zwaar ongeluk gehad. Ik heb een coma gelegen en ze is altijd bij me gebleven. Dus het zijn nu 30 jaar geleden. Dus. Ik wil Romy wel een complimentje geven. Oké, wat heeft ze gedaan om een complimentje te verdienen? Wat heeft ze gedaan? Ro, wat heb je gedaan? Ze is met me mee gaan winkelen. Ja, het is, steun en toeverlaat. Ja, bedankt. Voor de dag. Dank je wel. Dat je zuinig moet zijn op complimentjes. Want als je ze heel vaak geeft, is het niet meer zo speciaal meer, hè? Zeker waar. Dus wat moet iemand dan doen voor jou om een complimentje te verdienen? Nou, daarvoor moet iemand wel gewoon een speciaal persoon zijn of waar je gewoon een goede ervaring mee hebt of iemand die iets voor je heeft gedaan. Dus pas dan vind ik wel dat iemand een complimentje krijgt. En is niemand die zo even binnenschiet, de lieve oma die kipsoep voor je heeft gemaakt toen je ziek was of zo? Mijn moeder sowieso altijd. Die mag altijd een compliment krijgen van mij. Want ik bedoel, die staat altijd voor me klaar en alles. Dus daar kan ik altijd bij terecht. Dus bedankt lieve moeder, laat ik het zo zeggen als compliment. Ja, deze prachtige dame hier zo. Ik wil gewoon even tegen je zeggen, elke keer als ik in die sprankelende ogen van je kijk, verlies ik gewoon al mijn woorden. Elke keer weer opnieuw. Ik vind je fantastisch. Ja, een hele leuke winkelstad. We komen hier graag om te winkelen dus. Nou, perfect. Breda Nu. Je weet het meteen.